Dames en heren, jongens en meisjes, ik ben er weer. Daar zijn we weer met een superleuke vlog voor nu, voor zondag, want het is zondag 12 december. We hebben het weer overleefd, want er was een asteroïde die langskwam, die gaat ergens anders langs. Maar we blijven nog, we zijn er nog gelukkig. Er was een asteroïde van net zo groot als de Eiffeltoren, die op de aarde afkwam, maar die is gelukkig langs de aarde geraasd. Gelukkig zijn we er nog weer. We gaan weer door naar het volgende. Het is 12 december en Max Verstappen start vanaf de pole position. En ik wil vanaf hier alle Max Verstappen supporters, fans, iedereen in Nederland heel veel plezier wensen morgen. En heel veel succes natuurlijk voor morgen. Want wij staan natuurlijk zoals altijd achter Max Verstappen. Hey! Dus iedereen heel veel succes morgen. Max Verstappen vanaf. Start vanaf pole position om 2 uur in de middag. En we gaan even naar de uitslagen van vandaag. We gaan het dus weer even opzoeken. Even kijken. Nou, het duurt niet lang. Even kijken, teletext. Even kijken, daar gaan we weer. Ik moet even mijn ding. Telefoon, mijn camera even beter neerzetten. Oh. Zo. Het duurt even wat langer. Even kijken hoor. Oh. Zo. Nee. Nou, dan moeten we het even zo doen. Nee. De camera moet even beter ingesteld worden. Een dingetje valt op de grond. Het duurt even wat langer, want ik moet mijn camera goed neerzetten. Nou, even kijken. Dan moeten we het zo doen. Nee, even kijken. Hoe gaan we... Nou, dan doen we het even zo. Dan gaan we even naar NOS Teletext. Zo. Duurt even. Nou, nee. Jawel, deze zo. 818. Nou, we gaan vanavond naar de uitslagen. Ja, hier zijn we. Hè. Vanaf vrijdag heeft Cambuur gewonnen bij Willem II Tilburg met 1-3. Utrecht heeft 0-0 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles uit Deventer 0-0. Heerenveen heeft gelijk gespeeld tegen Sparta Rotterdam met 0-0. En Zwolle, PEC Zwolle, verloor van Fortuna Sittard met 0-1. En dan hebben we zondag om 11:15, dus dat is vandaag. Dan hebben we FC Twente tegen RKC Waalwijk. En dan hebben wij FC Twente tegen RKC beginnen om 11:15, 12:15. En dan hebben wij FC Grum tegen Feyenoord Rotterdam om 14:30. En dan hebben we Vitesse tegen Heracles Almelo ook om 14:30. En daarna hebben we ook nog om 16:45 Ajax tegen AZ Alkmaar. En dan hebben wij als laatste afsluiter van de avond om 20:00 NEC tegen PSV. Dan weten jullie dat alvast. En voor morgen heel veel succes morgen natuurlijk bij de race van Max Verstappen. Ik wil jullie natuurlijk alle goeds wensen voor morgen. En heel veel kijkplezier. Natuurlijk, iedereen van Max Verstappen, zet hem op en zet je beste beentje neer. Kijk, ik doe het even zo. Wacht even, ik doe het even zo. Wacht, zo. Ja, zo. Zo is beter. Zo, en dan gaan we natuurlijk ook nog even deze openen. Want het is 12 december. We mogen weer eentje openen. We gaan eens even kijken wat we hebben. Eens even kijken. Even kijken. Bijna. Zo. Nou, we hebben weer een cadeautje. Oh
Nee, we hebben geen cadeautje, we hebben handschoenen, zie ik nu net. Nou, dan hebben we weer eentje meer. Zo. En deze ook nog even doen. Zo. Nou, dames en heren, we zijn er weer. Ik heb weer eentje geopend. Het is 12 december. Kijken jullie mee? Het is deze geworden. Handschoen, een wand. Wanten. Nou, dan gaan we naar het volgende voor morgen. Want Max Verstappen start natuurlijk vanaf pole position. Wacht even, ik moet even zo. Deze klaar. Max Verstappen start natuurlijk morgen dus vanaf pole position. Ik zit in het licht. Ik zit waarschijnlijk in het licht. Even kijken zo. Dit is beter. Dus ik hoop dat Max natuurlijk gaat winnen morgen. Het zou natuurlijk wel heel erg mooi zijn als hij morgen wint vandaag. Dat is dus om 2:00. Iedereen zet hem op morgen. Maak er het beste van. Mocht het niet lukken, dan blijft onze Max gewoon onze beste Max. Hij blijft onze man. Want Max Verstappen moet het wel doen. Tegen Hamilton gaat hij strijden weer morgen. Het wordt een hele spannende race. Om 2:00 kijken dus morgen. En natuurlijk voor volgende week. Ik ga mijn verjaardag, mijn 26e verjaardag vieren. Laat was dat? Om 2:15 moet ik in Kardingen zijn. Want dan gaan wij karten. Dus iedereen kijken daar. Want het worden hele mooie beelden gemaakt door een hele goede vriendin van mij. En het is ook nog eens mijn oud-klasgenoot van school. Dus die zie ik na een hele lange tijd weer. Vanwege ook corona. Ik heb haar toen al heel lang niet meer gezien. En nou zie ik haar weer vanwege corona ook allemaal en zo. Nou gaan we weer karten allemaal. En vanwege de versoepelingen. Vanwege de persconferentie komen er helaas geen versoepelingen. Ik heb het alweer gezien. Er komen geen versoepelingen. Maar ze gaan waarschijnlijk wel zeggen dat je 4 of 8 man thuis mag hebben met de kerst. Dus versoepelingen zitten er helaas niet in. Dus wees er maar verdacht op dat de persconferentie niets wordt. En dat we gewoon met deze maatregelen en regels het nieuwe jaar ingaan. Dat het waarschijnlijk tot maart, februari, maart gaat duren. Dus wees er maar verdacht op. Dus wees er maar niet zo gerust op met deze persconferentie. Ik ga gewoon niet kijken, want ik zie het wel met de persconferentie. Misschien ga ik wel kijken, misschien niet. Als ik er zin in heb in ieder geval. Dus vrijdag in Kardingen ga ik karten met een vriendin van mij. En een vriend van mij gaat kijken. En een andere vriendin gaat ook nog kijken. En ik ga natuurlijk de eer hoog houden tegen voor de boys. Want wij willen natuurlijk winnen. We gaan natuurlijk niet verliezen van de meisje. Kom op. Dat moeten we toch kunnen winnen. Dat moet toch kat in het bakje zijn. Dus, de jongens tegen de meiden. En dan ook nog tegen mijn pa. En een vriendin van mij. Dus een andere vriendin van mij. En die gaat een paar mooie video's en sfeerbeelden maken. En video's en foto's. Dus ik zie jullie graag volgende week. Vrijdag weer op mijn 26e verjaardag. En natuurlijk ook met kerst. Gaan we weer een paar mooie video's maken. En dan ook weer met oud en nieuw. Nou, en dan binnenkort gaan we ergens heen. Ik ga het nog niet verklappen, want dat zullen jullie vanzelf wel weer gaan zien. Dan houd ik jullie nog een beetje in spanning. En dan gaan jullie het zien. Ik check jullie later, boys. Later! Peace out!